Oké, ik heb een nieuwe app om te oefenen met zingen. Waar staat hij? Hier klik je op. Dan krijg je dit. Voor een nieuw liedje ga je naar openen. Instrumentaal. En het staat erin. Om je eigen stem bij te zetten, ga je naar tracks. Toevoegen. Monotrack. Heb je. En dan. Dan record je. Stoppen. Of met de spatietoets. Ctrl K is deleten. Maar je kan ook hier naar bewerken en dan verwijderen. En is die ook weg. Dit is knippen. Dampen, inzoomen, uitzoomen, om dit te gebruiken dan doe je eerst iets selecteren en dan zoomt hij dat helemaal in en bij deze is het precies andersom, dan wordt hij juist kleiner. I don't know. Okay. Hier zie je dat je het solo kan doen, dus dan hoor je die niet en is deze gedempt. Of je doet deze dempen en je hebt alleen deze. Dit is om het geluid versterker te maken aan de linker of rechterkant van je oor. Of als je een koptelefoon draagt. Hier zie je dat je het kan veranderen naar die andere microfoon als ik hem insteek. Dat was alles. Als je hem afsluit, bestand, exporteren en dan kan je zeggen wat je wilt kiezen. Ik zou als MP3. Oh, wacht, ik heb de audio gedempt. En dan kom je hier, dan geef je hem naam. En de rest laat je staan en dan opslaan waar je hem wilt. Dat was het.